Het kindertehuis van Stichting Koningskind heeft afgelopen donderdag een donatie ontvangen van NV Havenbeheer. Het gaat om een goed gevuld pakket bestaande uit levens- en schoonmaakmiddelen. En Merugia Sordam overhandigde namens NV Havenbeheer het pakket aan de voorzitter van Stichting Koningskind, Ruben Braaf. Havenbeheer deed de geste in verband met de paasdagen. Het bedrijf gedenkt jaarlijks tijdens de feestdagen hulpbehoevende kinderen in te huizen. Braaf is het staatsbedrijf heel erkentelijk voor de geste, omdat dit tehuis evenals vele anderen voor donaties is aangewezen op de samenleving om het hoofd boven water te houden. Stichting Koningskind is een christelijke organisatie met als doel het opvangen, begeleiden en of opvoeden van kansarme en weeskinderen in Suriname. In het tehuis worden verwaarloosde, achtergestelde, mishandelde en weeskinderen opgenomen. De kinderen worden in een huis- en gezinssituatie opgevangen, waarbij ze de nodige zorg en geborgenheid kunnen genieten. Ze krijgen de nodige schoolbegeleiding en worden in de gelegenheid gesteld te sporten en muziek te beoefenen. De pupillen hebben op sportgebied verschillende prijzen gewonnen. Tijdens de nationale karate kampioenschappen van de vorige maand hebben zij 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille in de wacht gesleept.